Oké, dus voor een veel te lange tijd gebruikte ik deze tv hier achter mij niet. Maar vandaag komt daar eindelijk verandering in. Oké, dus een hele lange tijd geleden dat ik deze tv geunboxed had. Ik heb natuurlijk ook een video over gemaakt. De video was best wel goed bekeken trouwens. Dankjewel daar sowieso voor. En ik heb hem toen eerlijk gebruikt. Stond op het uiteinde van mijn bed stond hij. Letterlijk waar ik nu eigenlijk zit. Hier stond hij. Alleen toen ook nog mijn oude setup. Toen ging ik mijn setup veranderen. Want mijn setup stond eerst. Nou, voor jullie is dat hier zo in het hoekje. En die heb ik een kwartslag gedraaid. Waardoor mijn kamer heel veel groter lijkt. Bla bla. Toen heb ik hem ook een nieuw plekje gegeven. Dat heb ik in de setup video laten zien anders maar. Die plek was zo onhandig als maar kon. Hij stond letterlijk voor het raam. De plaatsing was echt, die had echt zo'n stukje over. De tweede bureau was daardoor bezet. Ik kon niet de unboxing video van de camera bijvoorbeeld opnemen op dat bureau. Want dat bureau was bezet. Want daar stond dit ding op. En daarna heb ik hem daar weggehaald. Hij heeft denk ik een weekje gestaan. En sindsdien heeft hij ergens in een hoekje op een kamer gestaan. Ja, niet heel handig. Je kan het misschien nog wel herinneren van deze video waarin hij zo achter in het hoekje stond. Ja, daar heeft hij echt heel lang gestaan. Daarna heeft hij nog op een andere kamer gestaan. Maar nu denk ik eindelijk weer van, ik ga hem eens even gebruiken. Want ik heb wat dingetjes besteld en die zijn binnengekomen. Oké, allereerst wat heb ik besteld? Ik heb een wall mount besteld met allemaal schroeven en zo. En letterlijk gewoon een hele simpele. Het idee is letterlijk, ik schroef dit op de muur en dan twee balkies. En daar hangt hij aan en dan kan ik hem nog een beetje bewegen. Ja, zo simpel is het. Nee, dit is geen rocket science zoals ze dat noemen, maar... Dat is een wall mount. En natuurlijk moet er een klein, jawel, RGB-stripje omheen zitten. Dus die heb ik ook besteld. Gewoon een simpele RGB-strip. Die gaan we ophangen achter de tv langs. Voor zo'n kleine mooie achterglow. En waar ik dat ga doen, zal ik je vertellen. Ik ga het doen op de plek waar nu die twee schilderijdingen hangen. Of even fotolijsten met een voetbalshirt erin. Daar ga ik hem ophangen. Het zal ze ook op de achtergrond van mijn video's te zien zijn. En daarom wil ik die RGB-LED-strip dus ook. Dus ja, ik ga hem even de shit klaarmaken. Ik moet eerst mijn bed omdraaien. Dan moet ik die dingen van de muur afhalen. En dan gaan we pas echt aan het werk, dus let's go. Zo. Een bed staat. Wel ben ik op het volgende probleem gestuurd. Ik heb niet helemaal nagedacht. Want mijn nachtkastje, dat kastje dat daar zo in de hoek staat, daar zat mijn oplader van mijn telefoon in. Dus je moet dan denk ik daar doen. Ik weet niet of dat heel mooi is, maar dat zien we vanzelf. En dan hier komt daar zo de tv te hangen met de RGB. Dus die moet even snel worden weggehaald, maar dat fix ik wel. Dus ja. Oké, ik heb dus nu dit ding. En volgens mij moet ik deze. En dan respectievelijk deze. Nou, die zijn voor jullie helemaal zwart. Maar deze twee, die moet ik hier achterop plaatsen. En dan werkt het ofzo. Dus met dit hier en die dan bij die twee gaten dan de goede schroeven. Dus ik ga maar even een beetje klooien hoe dit werkt. Want ik heb 1000 schroeven, dus even klooien. Zo, dus die zitten. Het was even gekloot. Maar er zitten eigenlijk wat van die spacer dingetjes tussen. Omdat anders niet ging passen, want de tv is een beetje zo gebogen. Dus dat zit mooi. We kunnen door. Ik moet eerst het boek gaan doorlezen wat ik eigenlijk moet doen. Want er staat best veel op... Ik denk, volgens mij moet ik dat andere ding pakken. Dan moet ik de hoogte gaan bepalen op de muur waar ik het wil. En dan, ja. Nou ja, ik ga maar weer even klauten. Oké, wat ik dus net even heb gedaan. Ik heb op zeer professionele wijze even bekeken hoe ik dit best kan ophangen qua midden en alles. Dan heb ik deze, dit is uiteindelijk de mount. Want die moet je dus als eerst ophangen. Die heb ik even hierin geklikt. En dus dat doe je zo. Nou, even voor het idee. En dan wist ik hoeveel centimeter er boven en onder zat. Nou, ik weet niet hoe, maar hij is nu precies in het midden. Qua boven 38, onder 38 centimeter. Nou, geweldig. Toen heb ik even gelegen op bed. Toen heb ik bedacht van ja, waar wil ik het nou? Wil ik het een beetje daar? Of wil ik het iets daaronder? Of iets daarboven? Maar uiteindelijk heb ik een plekje gevonden op de muur. En dat plekje is ook het midden van het bed, zeg maar. En de perfecte hoogte. Nou, je ziet het stipje misschien. Daar zou zitten. Dat streepje. Dat moet het midden worden. Van het mountain ding. En dan klopt alles. Dus die moet ik nu even, moet ik het gaten mee gaan boren. Dat doe ik even met mijn pa. Dat kan ik natuurlijk niet. Dus ja, ik kom steeds dichter bij het eindproces. Ik moet denk ik ook trouwens even die spijkers weghalen. Dus ik moet hem nu ook nog even verven misschien. Ja, doe ik even op camera dan. Net zoals die gaten. Dus be right back wanneer het daar is. Oké, hij hangt dus. Maar hangt hij zo mooi. En dan zo recht mooi in het midden. Met het enige wat ik nu nog een beetje heb, de tv, ga ik dus daar weer ophangen. Nou, dat is wel duidelijk. Het punt is, ik ga dus een RGB LED strip eromheen hangen. Die ligt daar zo. Die komt er echt gewoon opgeplakt, zeg maar.
Dus dat is stroom. De tv moet stroom. En dit kastje moet ook stroom hebben. Nou heb ik een stekkerdoos gevonden. Alleen die kan alleen in dit stopcontact. En dan hoop ik dat die hier zo achter de tv-punt. In principe is dat dan samen met één ethernetkabel de enige kabel die zichtbaar is. Nou, dus daar kan ik op zich wel mee leven. Denk ik die dan ook zo hier langs doe. Dan daarin. Maar gaan we even kijken hoe ik dat best kan doen. En dat is eigenlijk het enige wat ik even moet doen. Ik ga zo even de tv ophangen dat ik zie hoeveel ruimte ik erachter heb. Dat ga ik nu wel even doen trouwens. Dat ga ik zeker ook filmen of als het fout gaat. Oh mijn god. Kut. Oh mijn god, hangt ook. Oh, waarom heb ik hier niet aan gedacht? Ik heb een schuin dak. Oh, wat kut. Dit meen je toch niet? Oké, okay, poging nummer 2. Beter gaat gewoon goed. Oké, dus zoals je ziet heb ik met wat hulp de tv hangende gekregen. En ik had dus eerst dat probleem dat hij daar zo tegen de muur aan kwam. Dat heb ik op zijn laatste gezet. En eigenlijk, als ik zo meteen het bed terugzet, is dit gewoon echt perfect. Dit is echt beter, kon bijna niet. Het punt is wel, ik heb de kabels er niet ingedaan omdat ik eerst even het wil zien. Nu denk ik, ja, ik kan hem beter gewoon laten hangen. De powerkabel zit erin. Ik heb de HDMI-kabel hier en dan gaat er nog één kabel voor de LED-strip gaat dan omhoog. Dus 3 kabeltjes zitten daar. Misschien dat ik daar nog iets voor kopen, zo'n witte ding, maar dat zien we dan wel. Die zitten nu gewoon even netjes bij elkaar straks. 3 kabeltjes omhoog. Dan hieronder doe ik het kastje en wat andere shit. Dus dat ga ik even ophangen en dan zie ik het wel weer als ik dit klote werkje heb gedaan. Oké, ik moet eerst wel natuurlijk nog even de LED-strip uitpakken. Ja, dat is dit. En dan nou, met deze meuk erbij. Dat is niet heel lastig. Wil je let's op kopen? Ik zet link wel even in de beschrijving. Net zoals de arm of de monitor. Hoe je de tv-ding die ik heb gehaald. Ik heb deze ledstrip al één keer gebruikt. Dat is van Added Light en hij bevalt me wel. Dus ik heb hem nog een keer gekocht. Nou, hij werkt gewoon. Dus ik heb het al getest. Kunnen we hem ophangen. Oké, ledstrip hangen. Kijk hoe lekker dit eruit ziet, jongens. Het lijkt een beetje paars voor jullie beeld. Dat fix ik wel aan de editing. Maar jongen, dit ziet er gewoon zo heerlijk uit. Dan kan ik straks gewoon tv kijken. Nou, die kabels moet ik nog even fixen. Maar dit is echt... Oh, ik ga de kabels maar even fixen en dan zijn we echt ziek dicht bij het eindresultaat. Dus let's go. Oké, dan, dus dit is het eindresultaat. Ik had echt, dit ziet er zo chill uit. Gewoon ledstripje eromheen en die kabels is eronder. Ik denk dat ik daar nog een kabelgootje voor ga doen. Zo, gewoon zo'n witte kabel. Maar ik vind het nu niet eens heel erg. Wel moet ik heel eerlijk toegeven, hij zit net niet in het midden van mijn bed. Ik denk als ik lig, dan zou ik het verschil nooit zien. Maar als ik het ga opmeten, zit hij net iets te ver naar rechts. En iets te niet ver naar links. Maar dat komt puur, dus je ook ziet dat daarboven dat het gewoon letterlijk niet meer paste. Omdat ik een schuin dak heb. Dus ja. Ik heb ook een ledschipje met de app. Kan ik het allemaal zo aanpassen? Dus nou, zoals je zo ziet, ik kan natuurlijk iedere kleur doen die ik maar wil. Dus dat is wel heerlijk. Ja, mooi. Nou, we gaan nu maar weer lekker voor blauw. Het is gewoon nice. Het is gewoon dat ik nu, letterlijk op de achtergrond van mijn video, zien jullie dit. Dat gaat er zo uitzien. En nou ja, dus dan zie je dit. Nou, dat vind ik al wel leuk om gewoon dat je gewoon zoiets ziet. Beetje een leuke backdrop. Je ziet ook de achterkant van mijn bed. Daar ga ik waarschijnlijk ook nog wel iets mee doen, denk ik. Maar ja, het is gelukt. En het is zeker geslaagd. Ik ga nog even dichtbij nemen. Want ja, dat is wel handig, denk ik. Het ziet er zomaar van dichtbij. Het zit een klein stukje van de muur af, niet heel ver. En dan heb ik de ledstrip er gewoon omheen gedaan. Daar zie je dat het vast zit. Ik heb ervoor gekozen om het kastje van mijn tv en alles gewoon wel beneden neer te zetten. Ik twijfel er nog een beetje, het staat allemaal daar zo. Ik twijfel er nog een beetje van, zou ik het misschien gewoon hier zo erbij doen? Maar toen dacht ik, nou, nee, dat ga ik niet doen. Want ik had hem ook hierachter kunnen neerzetten. Maar dat vond ik ook weer niet heel handig, bla bla bla. Dus dat zit allemaal beneden. Het kastje van de ledstrip zit er wel precies in. Een HDMI-kabel en de kabel van mijn tv. Maar er komt denk ik nog wel een wit cable sleeve voor. En dan is dit het eindresultaat. Ik vind het fucking sleek en fucking dope. Als je dat genoten van deze video, dat was weer eens een soort setup of mijn room tour. Hoe je het ook al noemen video. Doe even een duimpje omhoog, je weet wat te vinden. Deel deze video lekker met je vrienden. Mijn haar groeit ook eindelijk weer terug trouwens. Wat jullie wel zien. Ik ga binnenkort weer naar de kapper.
Dus ja, dat wilde ik eigenlijk even meedelen. Dat was het in de bouw van vandaag. Wens ik u nog een fijne dag. Tot de volgende keer. En later.